Nu je weet wat ruimtefiguren zijn, kunnen we het over uitslagen gaan hebben. En dat zijn dus niet de cijfers van je wiskundetoetsen. Als je een ruimtefiguur in gedachten openvouwt en wat je dan ziet natekent, dan spreken we in de wiskunde van een uitslag. Sommige mensen noemen dit ook wel een bouwplaat. Het verschil is dat je bij een uitslag echt alleen maar de grensvlakken tekent, terwijl je bij een bouwplaat vaak ook plakrandjes bijtekent, zodat je het kan uitknippen en in elkaar kan lijmen. Belangrijk is dat bij een uitslag alle vlakken op ware grootte of op dezelfde schaal worden getekend. Ook heel belangrijk is dat als je de uitslag uit zou knippen en zou vouwen, dat het ruimtefiguur ook daadwerkelijk ontstaat. Dit is dus een goede uitslag van een kubus. Je ziet vier zijkanten, een boven- en een onderkant. En als je het figuur zou vouwen, krijg je daadwerkelijk weer een kubus. Dit is een voorbeeld van een foute uitslag. Als je dit figuur zou uitknippen en vouwen, dan gaan twee grensvlakken over elkaar heen en krijg je dus geen sluitende kubus. Een uitslagteken is niet altijd even makkelijk. Zelf vind ik het fijn om met de onderkant te beginnen en daarna ieder grensvlak stuk voor stuk eraan vast te tekenen, net zolang tot ik alle grensvlakken heb gehad. Neem als voorbeeld deze piramide waarvan de bovenkant is afgesneden. Dit noemen we een afgeknotte piramide. Ik begin met het tekenen van de onderkant. Vervolgens teken ik stuk voor stuk de vier zijkanten eraan vast. En als laatste teken ik aan één van die zijkanten de bovenkant. Nu heb ik een juiste uitslag van deze afgeknotte piramide. Dit is niet de enige juiste uitslag. Een voorbeeld, deze is ook goed en deze is ook goed. Er zijn dus altijd meerdere uitslagen die goed zijn. Nu weet je wat in de wiskunde een uitslag is. En hopelijk kan je hem nu zelf ook tekenen. Wil je nou meer wiskunde met ons oefenen? Abonneer je dan op ons kanaal en we zien je graag de volgende keer.